Ik heb de term recent toegevoegd aan de vandalen, vertelde hij. Tot mijn grote verbazing stond het er nog niet in. Het is een uitdrukking die sinds de jaren 70 heel gewoon is geworden en die nog steeds veelvuldig wordt gebruikt. De samenstelling is zo ingeburgerd dat we niet eens meer aan Bouwman en de show zelf terugdenken. Voordat Mies Bouwman de term gebruikte, werden de woorden in deze combinatie nooit gebruikt. Een van de acht was volgens de hoofdredacteur de moeder aller spelshows in Nederland. De VARA zond het zaterdagavondprogramma van 1969 tot 1973. Toentertijd brak een van de acht, waarin kandidaten onder meer prijzen moesten onthouden die op een lopende band langskwamen, alle kijkcijfer records. Mies Bouwman gebruikte de uitdrukking, licht uit, spot aan, doorgaans voordat een kandidaat drie vragen moest beantwoorden. Ze zorgde altijd dat het doodstil was in de studio voordat zij haar woorden sprak. De presentatrice, die ook wel de koningin van de Nederlandse televisie wordt genoemd, overleed in 2018 op 88-jarige leeftijd. Ze begon haar televisiecarrière in 1951 bij de KRO, maar werd vooral bekend door de eerste live marathon-uitzending uit de Nederlandse tv-geschiedenis Het Dorp in 1962. In de jaren 70 maakte zij het programma 1 van de 8, een familieshow waarin Mies 8 gewone Nederlanders ontving. Een ander goed bekeken programma was In de Hoofdrol.